dat is natuurlijk een beetje idioot, hè? En dat zit natuurlijk heel erg in de farmaceutische industrie. Er wordt enorm veel winst gemaakt door de farmaceutische industrie. Nou ja, kijk, als je hebt ook CBD wat je kunt krijgen bij de drogisterijen, zeg maar. En dan betaal je zeg maar 30, 40 euro voor een potje. Er zijn iets van 2 miljoen gehandicapten door heel Nederland heen. En er zijn veel meer gehandicapten dan je denkt. En mensen met MS en van alles en nog wat, die hebben hier ook echt serieus wat aan. Ja.